Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl, p2pfinance.nl. Ik ga het hebben over mijn account bij Neo Finance, mijn privéaccount. En ik ga je laten zien hoe dat er nu bij staat en waar ik zoal op let. Ik heb dit vaker gedaan, maar ik wil gewoon laten zien spontaan van hoe ziet het er nu uit. Ik heb er ook nog niet nagekeken, dus wat ik zie is voor mij dan zometeen ook nieuw. Maar dan krijg je zelf ook een idee hoe dat in zo'n portefeuille eruit ziet. Dit is mijn account. Ik heb nog 740 euro heb ik cash. Dat komt omdat ik geld heb overgemaakt. Die donkere die heb ik allemaal al ingezet. Eentje automatisch en vier stuks die handmatig zijn ingezet. Allemaal 12% en eentje 13% leningen. En waar ik naartoe wil is naar die investeringsportefeuille. Want ik heb dus een portefeuille met daarin onder andere heel veel leningen die te laat zijn. En die heb ik deels ook gewoon zo gekocht. Heel bewust gekocht. En dat kan je hier zien. Dit zijn de leningen waarop niet is betaald of op schema. Nou, deze is op schema. Dus 88% is keurig op schema. Liep helemaal goed. En hier zijn er dan een aantal. Die lopen meer dan een maand achter. Dus als iemand één slag vergeten heeft, één maand achterloopt, dan vind je die hier. En dan praten we over bijna 5% van de gevallen. Nou hebben we hieronder 1%, 1,08% van de gevallen, 978 euro. Die hebben al meer dan 2 jaar niets, maar dan ook niets betaald. Dus dat zijn dan ja, toch wel hele slechte leningen. Nou zien we hier, zien we ook die meer dan 720 dagen, dus meer dan 2 jaar. Alleen hier zitten ook leningen tussen die dan wel betaald hebben. En deze vind ik dan interessant, hè, want hier zitten dan de leningen waar dan iets mee aan de hand is, waar nog iets loopt. En je ziet dan hier zo'n belletje en dat geeft dan aan dat er iets aan de hand is. En in dit geval is er gewoon keurig een betaling geweest. Hij was maar 4,5 euro, maar er is betaald. En betekent voor mij dat ik nu 29 cent vergoed heb gekregen. Ik heb 8 euro geïnvesteerd. Er is zo'n tientje over. En ja, ik heb dan, dus 3,33 is de achterstand. Dus eigenlijk moet er nog 13,33 worden betaald. En ik heb nu 29 cent heb ik gekregen van die 3,33. Er is nog niet afbetaald op de lening. Dus ik heb 8 euro betaald voor 13,33 die nu in feite open staat. En er wordt betaald. Dus dat is een op zich goed. Alleen ja, het is nog niet zoveel. Maar ja, het gaat in ieder geval wel de goede kant op. Je ziet, ik heb af en toe ook leningen zelf die ik te koop aanbied. Dat zijn dan die leningen waarop 2 jaar niets is betaald. Daar ben ik aan het verkopen nu. Ik zeg van nou, ik wil er wel vanaf. Ik heb hier weer eentje met een belletje. En geen idee wat het is. Nou, dit is het geval. Degene die de lening heeft aangegaan, die heeft geen werk, heeft geen partner, heeft geen assets, geen spullen. Accounts die zijn dus beslag opgenomen. En ja, er is dus geen verandering. Dus deze heel jammer. Hier heb ik nog niks van verkregen. Ik betaalde 3,85. Er is 9,63 nog te betalen. En er is een achterstallige rente van 9,06. Dus we praten hier over 18,71 die betaald moet worden. Ik heb 3,85 betaald, maar ik heb nog niets gekregen. Dus het is de vraag of deze nog wel gaat betalen. Maar hij is minder dan 2 jaar is die achter. Dus ja, het kan nog gebeuren. Er is juli 22 voor het laatst betaald. Ja, dat is al even geleden. Nou, dan hebben we er hier weer eentje. C-lening, 19%. Ik betaalde 4 euro. Er is nog een tientje over. En ook hier hetzelfde. Er is geen werk en hij heeft dus niks. Ja, nou, dan duurt het nog een tijdje. Hè? Dat is dan even jammer. Daar moet ik dan op wachten. Dat zijn die slechte leningen, die zitten er dus ook tussen. En hier hebben we er dan een. Dat is wel heel erg opmerkelijk. 48 euro is het resterende deel. Ik heb 9,71 betaald. Er is 19,34 die nog achterloopt. Maar hier is er dus een rechtszaak gaande. 8 april, dus dat is net een paar dagen geleden, is er dus een rechtszaak geweest en die persoon is niet komen opdagen blijkbaar. Dus ja, dat geeft ook aan dat het allemaal niet zo fris loopt hier. Ja, het is een gokje van mij, 9,70 euro. Stel je voor dat je toch een keer gaat betalen. Dan praten we hier over een fors bedrag wat dan wel binnenkomt. Ik heb dus nog niks gekregen. Wel, ik heb wel wat gekregen. Dat is wel grappig. Ik heb al 4,21 gekregen. Dus ik heb 9,71 betaald, maar ik zie hier dat ik al 4,21 heb gehad. Dus mijn risico is nog maar net 5,51.
Dus nou, dat is al 5,50 zelfs nog maar. Dus dan kan je nagaan hoe mooi dat al is. Dus ja, hij hoeft maar een klein beetje te betalen en ik ben al los. Dus in die zin kan je zo'n risico wel nemen. Hier ook kleine korting, 9,59 betaald, 10,34 moet er nog betaald worden, plus 2,16. Ik heb al 2,16 gehad van die achterstand. En ik heb al 1,95 plus 1,04 aan rente heb ik al gehad op die 9,59. Kijk hoe het nu hier staat. En hij heeft inderdaad €138 op 10 april betaald. Ik zeg hij, ik weet niet of het een hij is. Maar dit is dus een goede zaak, waarbij er dus al geld binnenkomt. Hè. Dus we praten hier over €3 en €5. Dus ik heb de helft heb ik alweer terug. Dus nou, dat is dan mooi, terwijl ik daar iets meer voor ga krijgen. Dan hebben we hier nog, dat is de laatste die ik ga doen. En ook hier zie je, er is betaald tot november 22. Helaas, hij werkt niet, heeft geen partner, heeft geen assets. En ja, dit is gewoon een kwestie van afwachten of er nog wat gaat gebeuren. 1880 is nog resterend, plus 9,65 achterstallig. Ik heb al 1,73 gekregen van dat achterstallige. Dus ja, mijn risico is nog zo'n €15. Kleine €15. Ja, en dan is het de vraag of die toch nog een keer gaat betalen. Misschien als hij weer een keer werk krijgt en anders dan heb ik pech. Je ziet, het gaat niet altijd direct goed. De meeste leningen worden uiteindelijk wel betaald. Maar er zijn altijd leningen die dat dus niet worden. Of omdat het nog niet zover is. Of omdat iemand overlijdt. Ja, ik heb nog niet echt meegemaakt dat ze stopten omdat iemand failliet werd verklaard. Maar dat zou ook nog een potentiële mogelijkheid zijn. Maar heb ik nog niet meegemaakt. Dus ja, goed. Wat ik al zei, de meeste leningen worden uiteindelijk betaald. Het feit dat ik slechte leningen koop in de hoop dat ze gaan betalen, is een beleggingsstrategie van mij. Maar dat betekent niet dat het een slimme beleggingsstrategie is. Alleen ik voer hem uit. Ik hoop daar dan straks rendement mee te maken. En voor mij pakt dat tot nu toe wel goed uit. Maar het is een risico, een extra risico, wat je niet hoeft te lopen. Want je kan ook gewoon je beperken tot de open markt. En daar dus gewoon in blijven investeren. Kijk, er zijn leningen zat, dat hebben we net al gezien toen ik begon. Leningen zat, ik kon ook zat investeren, je ziet het hier. En dat zijn dan de leningen van vandaag. Nou, ik hier nog 2, die zijn wel automatisch verstrekt. En hier nog 3, 4. Dus je ziet, er zijn leningen zat waar je in kan beleggen die je dan goed genoeg zou kunnen vinden. Ik kies heel bewust bepaalde leningen. Je ziet, deze 8% blijf ik vanaf, deze ook. Maar deze 22% blijf ik ook vanaf. Vind ik ook niet interessant. Hier weer zo'n 8% doe ik niks mee. Maar deze 25% en deze 10% heb ik nog niet eens naar gekeken, moet ik zeggen. Want deze die heb ik nog niet eens. Normaal zie je dan het oogje erachter als ik al heb gekeken. Maar die 25 en 10 heb ik nog niet gekeken. Die 10 zeg ik al van dat doe ik niet. Die 25, nou we kunnen even kijken hoe dat er nu uitziet. €99. Een man van 25 hou ik al niet van. Alleenstaand hou ik ook al niet van. 4 tot 12 maanden werk hou ik ook niet van. Dat is allemaal te kort. Dus dat is duidelijk. Ik had hem nog niet gezien, maar die wijs ik direct af. Dat is mijn strategie. Ik geef geen leningen, of verstrek geen leningen aan jonge mannen die nog maar net een baan hebben en nog zelfstandig wonen. Alleenstaand zijn. Dus daar begin ik gewoon niet aan. Nou, hier, deze heb ik 17% heb ik wel gezien, afgewezen. Dus ja, ik heb daar een bepaalde strategie in. En iedereen die een account opent, zou ook zijn eigen strategie daarin moeten gaan zoeken. Dat is toch een kwestie van proberen en kijken. Maar mijn advies is, begin met een laag risico en ga daarna kijken of je meer risico aandurft. Ik ben andersom begonnen, is niet verstandig. Ik heb alle risico genomen, ben er toen van teruggekomen, want ik schrok me rot. En ja, dat is zonde. Dus je kan beter met minder risico beginnen. Misschien die laag renteleningen oppakken, die gaan vaker goed. Dan krijg je ook dat rendement. Dan heb je weinig leningen die slecht lopen. En dat voelt dan beter dan zoals ik begon, waarbij ik gewoon 80% van mijn leningen een vertraging had op een gegeven moment. En dat voelt dan niet goed. Het is allemaal wel goed gekomen en ik heb een prachtig rendement, maar het voelde gewoon niet goed. Nou, daar wil ik het voor nu bij houden. Als je nog geen account hebt bij Neo Finance en je denkt van dit vind ik toch interessant, ga dan naar www.p2pfinance.nl en schrijf via die site in bij Neo Finance. Dan krijg je op je account €20 teruggestort. Ik heb ook een cursus gemaakt over Neo Finance en die zorgt ervoor
dat je veel sneller je account goed kan inrichten. Hij kan er ook voor zorgen dat je veel meer gemak hebt om in te schrijven. Want het blijft een bankrekening. Inschrijven in zoiets is toch altijd weer lastig en ingewikkeld. En vandaar dat ik de cursus gemaakt heb. Vind je allemaal informatie over op p2pfinance.nl. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl. En schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Of ga dan naar p2pfinance.nl. En schrijf je daar ook in voor de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.